Met gekleurde poeder en water bestrooit iedereen elkaar. Dat is niet alleen maar leuk, maar betekent ook dat iedereen gelijk is. Als we eigenlijk allemaal poeder op ons hebben, gekleurd poeder, kan je niet meer zien wie nou arm is, wie rijk is, wie licht is, wie donker is. Het is eigenlijk een universele boodschap die vertelt dat alle mensen gelijk zijn. Een belangrijke reden om dit in Amstelveen te houden is dat er hier een grote Indische gemeente is. Is it the first time you celebrate this party? Yes, here yes. And because in India we do it every year. So this is my niece is here and her friends. She's studying in Utrecht. So I'm here with them to celebrate it here. Het is een feest van verbroedering. De organisatie hoopt ook dat de gewone Amstelvener zich hierin zal mengen. Heel de wereld viert het Color Festival. Dus ik verwacht niet alleen mijn expats, maar ik verwacht eigenlijk gewoon heel Amstelveen. Je moet even terugdenken aan je jonge jaren. Toen je samen met vriendinnen sneeuwballengevecht speelde na schooltijd. De lol die je hebt met elkaar inpeperen, dat is eigenlijk hetzelfde wat we met Hollyfeest doen. Een en al plezier maken. En hoe was het? Ja, het was geweldig. Hele leuke ervaring om te doen. En had je een beetje een verbroederend gevoel met iedereen? Ja, ik bedoel, iedereen is vrolijk. Iedereen is eigenlijk hetzelfde idee. Dat je een beetje voor lul loopt. Dus ja, iedereen. Op een gegeven moment maakt het er gewoon niet meer uit. Nee. Ja.